Aandacht voor laaggeletterdheid tijdens de week van lezen en schrijven. Doelen zijn herkenning, bespreekbaarheid en actie. Schaam je er niet voor en ja, ga er gewoon nog iets aan doen. En verder in het nieuws vandaag, pareltjes in de regio openen deuren tijdens Open Monumentendag. En in Nijmegen dit jaar geen kunstnacht, maar kunstkracht. In Nederland hebben zo'n 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen en schrijven. Om hier extra aandacht voor te vragen, is het deze week de Week van Lezen en Schrijven. Ook op het ROC in de Nijmeegse wijk Hazekamp wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. Moeite hebben met lezen en schrijven uit zich in de alledaagse bezigheden. Niet alleen het lezen van een boek, maar bijvoorbeeld ook bij het werken op een computer of bij telefoongebruik. Veel mensen die hier moeite mee hebben, proberen dit te verbergen voor hun omgeving. Vaak denken mensen van ja, ik ben stom of ik ben dom. Ja, en die hebben toch het idee van ja, jeetje, ik zou dat allemaal gewoon moeten kunnen. Iedereen kan dat. Waarom kan ik dat niet? Ik ben dom. Maar met dom zijn heeft dit natuurlijk niets te maken. Eigenlijk ben je juist heel erg slim, want je hebt je vaak al heel erg lang weten te redden. Terwijl je eigenlijk moeite had met een van die vaardigheden. Schaam je er niet voor en ja, ga er gewoon nog iets aan doen. Om deze schaamte te verminderen is het belangrijk om het onderwerp bespreekbaar te maken. Iets waar deze themaweek juist aan bijdraagt. Ja, wij als ROC hebben veel workshops gegeven, trainingen in het herkennen en doorverwijzen van mensen met beperkte basisvaardigheden. In Wijchen is er een convenant ondertekend. Dat wil zeggen dat een aantal instellingen, instanties, maar ook de gemeente samen een handtekening hebben gezet van wij gaan dit thema samen aanpakken. Daar maken we ons hard voor. En natuurlijk in heel Nederland wordt er natuurlijk heel veel gedaan door bibliotheken. Hè, want de bibliotheken die houden zich ook bezig met deze doelgroep. Laaggeletterdheid aanpakken is niet iets dat alleen bij de persoon zelf ligt. Juist iemands omgeving kan bij uitstek helpen om iemands taalvaardigheid te bevorderen. Dus het zou ook heel mooi zijn als een werkgever, maar ook de scholen, de schuldhulpverlening, de gezondheidssector, dit thema heel duidelijk op de kaart hebben. Dat zij het gesprek ook aan durven gaan en dat zij dus in een mooi contact deze mensen ook de weg naar een cursus kunnen wijzen. Deest-Zuid gaat groeien met 355 woningen erbij. De gemeenteraad van Druten heeft donderdag een positief besluit genomen over het bestemmingsplan voor deze wijk. In een groot deel van het plan komen sociale huurwoningen en koopwoningen met een koopprijs onder de 390.000 euro. De nieuwbouw staat gepland in het gebied tussen de Kern Deest en de Van Heemstraweg. De bouw van de woningen worden verspreid over de komende 8 tot 10 jaar. In de eerste fase komen er 105 woningen bij. Midden 2026 staat de start van de bouw gepland. Vandaag kunnen starters op de woningmarkt in de gemeente West-Maas en Waal weer een starterslening aanvragen voor het kopen van hun eerste woning. Deze aanvraag kan worden ingediend bij de gemeente en is voor een bedrag van 50.000 euro. Een starterslening overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek die een starter krijgt en de prijs van een eerste koopwoning. Hiermee kan de gemeente starters een serieus steuntje in de rug geven. En dat is gelet op de prijzen van de woningmarkt heel fijn, vindt wethouder Marieke van den Boom-Witsel. Dit weekend staat weer in het teken van Open Monumentendag. Op zaterdag en zondag zetten honderden monumentale locaties in het land weer hun deuren open voor het publiek. Ook in onze regio. Onder meer de Hernense Molen doet hier aan mee. Aankomend weekend is het Open Monumentendag. Op heel veel plekken in Nederland zijn er dan verschillende monumenten te bezoeken, waarvan alles te leren valt over onder andere de geschiedenis van deze monumenten. Vandaag waren wij op bezoek bij de Molen in Herne. Komend weekend is het Nationale Monumentendag, Open Monumentendag. Ook dit monument is open, de molen, de Hernense Molen. We zijn op zondag open en we hopen dan veel bezoek te mogen ontvangen. En op het eind is er natuurlijk altijd een bakje koffie en een gezellig napraten. Maar wat maakt deze molen nou juist zo bijzonder? Bijna elke molen is bijzonder, maar deze heeft natuurlijk zijn eigen bijzondere aspecten.
Het is een baltmolen die in deze streek wel meer voorkomt. En het bijzondere is wel dat deze gebouwd is omdat er gelukkig geld was toen de vorige afbrandde. En deze molen bij het kasteel van Herne hoort. Maar het is wel nog heel een originele molen. Er is nog weinig binnen aangepast aan modernere tijden. Dus wat je ziet is hoe het vroeger ook gezien kon worden. Natuurlijk vindt Gerritsen het belangrijk dat er extra aandacht is voor monumentale bouwwerken zoals deze molen. Maar ook omdat we merken aan bezoek, we zijn elke zaterdag open en krijgen heel veel bezoek. Omdat je merkt dat jong en oud het toch heel belangrijk vindt om wat te begrijpen hoe vroeger dingen gingen. Tegenwoordig heel veel dingen erg complex zijn, lijken. Een molen is daar een tegenhanger van. Hier is alles eenvoudig bedacht en daardoor heel betrouwbaar. En duurzaamheid, waar zo'n molen echt een voorbeeld van is, dat is wel wat we ze meer mee willen geven. Nijmeegse kunstliefhebbers waren licht teleurgesteld toen zij hoorden dat de kunstnacht dit jaar niet doorgaat. Dat heeft te maken met de volle agenda's rondom 80 jaar Market Garden. Toch is er nu een alternatief. Expo Bart, die tot enkele jaren geleden de kunstnacht organiseerde, komt nu met het nieuwe evenement Kunstkracht, dat volgend weekend plaatsvindt op het Nijmaterrein. Het Waalplein. Nu zijn ze er nog druk met verschillende werkzaamheden, maar volgende week zaterdag zal het hier vollopen met publiek. Voor het eerst zal het evenement Kunstkracht hier plaatsvinden. Een avond vol met muziek, theater en beeldende kunst. Ja, het is een interdisciplinair programma met theater, muziek, beeldende kunst. Het is interactief en van alles. Wat kan je niet verwachten? Wij kwamen op een gegeven moment met Brebbel in gesprek over dus het uitvallen van de kunstnacht en de zin om toch iets te doen dat weekend. En zo zijn we op zoek gegaan naar andere partijen die daar ook behoefte aan hadden. En zo zijn Ruisjes mee gaan doen, Walhalla's mee gaan doen. Tegen Greppel. Wie hebben we nog meer? Die zijn hier. Dat is het programma die hier dan. De partijen die samen het programma hebben gemaakt. De kunstnacht gaat dus niet door volgend weekend wegens een te volle agenda rondom alle activiteiten van Market Garden. Dat maakte ruimte voor Expo Bart om dit event te gaan organiseren. Omdat wij toch rekening hadden gehouden met de kunstnacht in ons programma en wij openen ons nieuwe project in de ruimte, hebben we met andere partijen die ook een gat hadden ineens in de agenda het idee opgevat om toch samen iets te gaan doen dat weekend. Nou, in de zin van kunstkracht is het gewoon eenmalig, maar het idee om dit Waalplein te gebruiken om dit soort gezamenlijke, een beetje laagdrempelige evenementen te organiseren, waarin alle horeca en het hele plein een soort van even in de cultuur wordt ondergedompeld en een soort van leuke festiviteit is, ja, dat is wel iets wat we vaker willen doen, ja. Naast kunstkracht zal er rondom het Nijmaterrein ook het festival Piece by Piece en de Sunset March XXL plaatsvinden. Nou, we hopen heel erg op mooi weer natuurlijk, want het is wel vooral buiten. En we hopen gewoon om hier iedereen eventjes ook dit plein, dit mooie plein te laten kennismaken. Dat men het ontdekt en dat er leukere crossovers ontstaan en mensen nieuwe dingen leren kennen. Ja, na een regenachtige week trokken vandaag nog de laatste buitjes over de regio. En daarmee kunnen we alvast vooruitkijken naar een prima najaarsweekend. Het zal naar verwachting helemaal droog blijven in de komende dagen. En de zon is ook weer wat vaker te zien, vooral deze zaterdag. Er staat nauwelijks een wind en de temperatuur komt erbij uit op 17 graden. Ook zondag blijft het droog en wordt het met 19 graden nog iets warmer. Wel is er die dag meer bewolking en dus minder ruimte voor de zon. In de nieuwe week is er slechts een kleine kans op een bui en zal het weerbeeld vooral bestaan uit een mix van zon en wolken. De temperatuur loopt weer wat verder op tot ruim boven de 20 graden, wat zorgt voor een prima najaarsweek. Dit was het RN7 regionieuws van vrijdag 13 september. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe NIC-update en de laatste aflevering van Troostzoekers. Maandag zijn we weer bij je terug, dus ik zeg een heel fijn weekend. Tot dan.